Zeg ik je, welkom bij vlog 30. Dat doe ik niet takken. Dat is een McLaren en ik pak ze niet meer rijden met zo. Hoe geniaal is dat? De reden dat ik mee mag met deze auto is een actie van Johnny Walker, Join the Pact. En Join the Pact is... Je moet lid worden van de pact waarin je belooft dat je nooit zal drinken en rijden. Ik vind dat een super goed idee, want ik vind ook dat je nooit moet drinken en rijden. En om dat te promoten hebben ze samen met Uber hier deze McLaren in Brussel losgelaten. En je kan die nu bellen en dan word je opgepikt door Stoffel van Doornen in een dikke, vette McLaren. En dan kan je hier kiezen ofwel Black, Uber Black ofwel Stoffel. Amai, hoe laag is dat? Ja, heel laag. Mensen, kijk, dit is Stoffel van Doornen. Hallo. Super dat ik even mee mag met jou. Geen probleem. Zalige wagen. Ja. Er is slechter om mee rond te rijden. Ja, heel snel. Al shift aan het stuur. Ja. Je hebt ook automatisch. Nu rijden we eigenlijk automatisch. Dus puur voor het gemak eigenlijk in het centrum van Brussel. Ja. Ze zijn ons aan het filmen. Echt niet normaal hoeveel bekijks dat je hebt in deze wagen. Echt ongelooflijk. Heb je ooit al gedronken als je gereden hebt? Nee. Ik ook niet. En dat plan ik ook niet. Nee. Stoffel is ook van Kortrijk, net zoals ik. En ik vroeg me eigenlijk af. Zet je al gaan karten in de Vlaanders karting? Ja. Dat is waar ik eigenlijk begonnen ben. Is het echt? Als ik 6 jaar was, mijn vader heeft eigenlijk het restaurant van de karting ingericht daar. Ah ja, serieus? Ja, ik ging eigenlijk, dan ging ik mee met hem. En de baas van de karting had dan eigenlijk gewoon gezegd gewoon in de kart gestoken. En daar is 6 jaar? Waar dat, daar is eigenlijk waar dat alles begonnen is. Ik heb een zoontje, die is nu 2. Vanaf wanneer kan ik hem laten beginnen? Vanaf een jaar of 6, hè? 5, 6. Vanaf een jaar of 6, oké. Okay. Ray Morris, we gaan dat zeker testen. Kijk je zelf soms vlogs? Niet zo heel veel eigenlijk. Nee? Wel, ik zal de mijne eens doorsturen. Ja, doe dat eens aan, dan kan ik zien van een bullshit dat allemaal verkoopt. Bullshit! Hé jongen, dat begint al goed, onze eerste date. En van het weekend spa? Ja, dus een heel drukke week eigenlijk voor mij in spa. Zeg, is er dan een waterkans dat jij toch moet rijden? Die kans is er altijd, ja. Als Jensen Button of Fernando Alonso eigenlijk ziek worden dit weekend, of er iets gebeurt met hen, dan ben ik degene die inpolt. De kans dat dat gebeurt is heel miniem. Hè. Ja, maar ja, ik heb nooit de kans gehad in Bahrein om eigenlijk in te vallen, om mijn eerste Grand Prix daar te rijden. En dan hoop je voor meer altijd natuurlijk, maar ja, de kans dat dat gebeurt is heel miniem. En fenomenaal? Voor mij is het snelst wat je kan rijden, dus heel moeilijk eigenlijk om uit te leggen aan de mensen hoe dat zal wel. Je hebt ook een super druk leven zeker? Ja, ik reis van links naar rechts, naar overal, naar alle Grand Prix sowieso, dus dat zijn er al 20. En dan rij ik ook in supervorm naar Japan. Ja, ik heb dat gezien, Een kampioenschap dat ik daar rijd, dus het is heel veel air miles. Ik ga karten in Kortrijk, wat is eigenlijk de tip dat ik rekening mee moet houden? De tip. Ja, vooral veel sneller houden in de bochten. Sneller in de bochten. Dat is heel belangrijk en heel smooth met het stuur en om eigenlijk geen snelheid af te scrubben eigenlijk. Hè. Ja. Dus niet op de rem gaan staan. Er moet altijd wel een beetje geremd worden, maar proberen om dat te minimaliseren en snelheid mee te nemen. Ja. Ja, ik had dat eens gelezen op internet. Dus, ook gelezen op internet? Ja, ik heb dat ook gelezen op internet. Hier langs onder. Oké, gevonden. Stoffel. Ik zou het graag nog een foto nemen, maar hij heeft het ontzettend druk. Stoffel kan nog snel even afsluiten. Super bedankt om hem mee te nemen en nog heel veel succes voor jullie. Dankjewel. Tot ziens. Dat was opladen en daar staat hij naast die lange rij van de mijne. The future. We zijn vandaag in Antwerpen. Debra en Ray lopen hier ergens rond. Ik weet niet goed waar. Ze zijn aan het shoppen voor kleren, want nu zaterdag is het
welkomstdrink voor rijden. Dus een babyborrel, gelijk dat ze zeggen. Het is 35 graden en ik zou veel liever in het water zitten. Maar ja, je kent vrouwen, hè. Kleren kopen. Oh. Oké. Ray heeft wel fake Jeezy's, maar ik heb me toch ingeschreven, want wie weet heeft de man toch echte Jeezy's en ze hebben zwarte ogen, dus is dat ook nog wel cool. Hier staat een coole Jaguar aan mijn huis, wat grappig is. Hij is lid van de Lassie Club. Ah nee, de Classic Club. Hey. Hallo. Hey. Ik haat het anders echt, dus het helpt dat Monica een van onze beste vrienden is. Want zij legt alles mooi uit en zorgt ervoor dat ik niet bang ben voor het anders. Ik ben dus in Veldegem en Monica haar man is Pieter. En Pieter is mijn beste vriend. En Pieter is hier een huis aan het zetten voor mensen. Hij is aannemer, dus ik ga eens zien of ik hem tegenkom. Ik zie Pieter een kraan al staan. Werfcontrole. Welkom bij VRT Creative Lab. Ik had deze week een onderzoek gelezen waarin stond dat als je kruiswoordraadsels invult, dat dat supergoed is voor je hersenen. Het andere ding dat supergoed is voor je hersenen, voor de andere helft, is pingpong. Oh, weet dat we de aftermovie van Pukkelpop hebben gemaakt vorige week? Wel, die is klaar en die staat nu op de pagina van Pukkelpop. Zeker eens gaan kijken. Een like, hè, mama. Dat is een Porsche. Een Porsche? Ja, een Porsche. Waar rij je ook een Porsche? Maar je hebt veel Porsche, hè? Ik heb een Porsche. Kom, Ray. Mooi dat hier. Anders zie ik je niet. Kom hier. Love you. Dat morgen is jouw feest hier, hè? Ga je dan ook dansen? Zo? Zo dansen? Amma! Amma! Rij! Dada, Ray, kom eens terug. Ray. Kom eens terug.